ben nu weer terug. Alles op zijn tijd. Tom Waas heeft op de VRT-zenders M&M Studio Brussel en Radio 2 zijn single Dos Cervezas voorgesteld. Het nummer kadert in de volgende uitdaging van het één programma Top Desterom. Wat brengt mij naar de VRT? Een promo voor mijn nieuwe hit. Het was voor mij een serieuze stap. Het is heel raar, hè? Het is een beetje zoals Thomas de Soete zei. Ik ben comfortabeler met haaien improviseren of een paard te temmen dan ik ben mee op een podium te moeten staan en te moeten zingen. Dat was voor mij heel moeilijk. En van waar in godsnaam dat idee om dat te gaan doen? Maar dat vragen we ons elke uitdaging af, van waar het idee. Dat is altijd hetzelfde. Ik heb me tijdens de Marathon des Avonds ook afgevraagd van wie heeft dat juist bedacht. Maar dat is in dit geval weer hetzelfde. En, het ontploft een beetje in mijn gezicht, want ik voel wel een beetje dat het een hitgehalte heeft. En ik heb al een hoop mensen gehad die bellen van kom je niet op dat festival zingen, kom je niet op dat festival zingen. Ik moet daar nog eens heel goed over nadenken. Motown, de soul van Detroit, is een typisch Amerikaanse muziekstijl waarmee Sandrine is opgegroeid. 2 jaar na haar laatste cd werkte ze aan een nieuwe plaat die Motown een nieuwe sound ging geven. Ik ben opgegroeid met Motown muziek. Motown muziek is ook de reden, denk ik, waarom ik hier vandaag ben. Ik heb mezelf leren zingen door te luisteren naar Motown artiesten. En ja, dan heb ik deelgenomen aan Idol en vanaf dat moment is er geen enkel optreden gepasseerd dat er een fan naar mij kwam en zei van allee, dat zou toch tof zijn, moest jij zoiets een Motown plaat doen. En dus ik heb dat altijd al willen doen, maar ik dacht van ik wil in het begin van mijn carrière eerder eigen werk uitbrengen en dan, als de tijd rijp is, zie ik dat wel zeker zitten om dat te doen. Get Ready Cozy Here I Come is het product van een Vlaamse stem en bekende Motown-songs. Motown, denk ik, dat is de basis van zoveel dingen. Zonder Motown was er geen Beyoncé en zonder een Marvin Gaye was er geen Usher. Sowieso is alles wel geïnspireerd of gebaseerd op iets en dat zal altijd zo blijven. In Antwerpen staat Geert Hoste op het podium van de musical Chicago. De musical kreeg zijn Vlaamse première met een stormloop aan mensen die Geert Hoste als advocaat Billy Flynn aan het werk wilden zien. De musical Chicago is de meest sexy musical aller tijden. Moord, passie, corruptie, overspel, jazz en Geert Hoste. Het is de perfecte combinatie voor een spetterende musicalavond. Geert is een fantastisch acteur. Laat haar voor iedereen. Geen slok uit van een cruzatijn. Voor de knoop met Robijn. Geen tas van zijn. Liefde is waarvoor ik leef. Liefde is waarvoor hij leeft. Wat ik wil is een stil. Het is bijzonder leuk om te doen. Hè. Het is een totaal ander iets met dat gewicht van al die dansers en die muziek en die mooie vrouwen rond mij. Het is, ik denk dat ik in de toekomst meer met mooie vrouwen op een podium ga staan. Hoe was het nu? Nou, het was lekker. Het liep goed, maar ik was zeer geconcentreerd ook. En ze hebben mij ook goed geprepareerd hoor, om het te doen. Dus dat is al leuk. Dat is zo fantastisch. Hè. Je zit met een regisseur die jou bewerkt. Je zit met een choreograaf die jou bewerkt. En dan iedereen pept je op en backstage is het allemaal van, kom op Geert. Dus ja, normaal sta ik hier helemaal alleen. Hè. Dus dat is wel genieten. Je ziet dat hij in zijn eentje het podium kan vullen. Wat voor de rol van arrogante advocaat ook heel mooi is. Maar van de andere kant heb ik hem zo bescheiden gevonden. Hij luistert heel goed naar een regisseur. En het is echt, ik vind het, wat er vanavond gebeurde hier in Antwerpen, dat was bijzonder. Maar ik was niet verbaasd, want ik had dat met hem gerepeteerd. Maar Vlaanderen mag trots zijn op deze man. Hij is dat oninteressante, transparante. Daar kijk je dus naar. Bijna exact 1 jaar na de voorstelling van zijn eerste full album, De Smaak van Water, stelde Roel van der Stukken in de Radio 2-studio's in Gent zijn nieuwste album voor. Leven in mijn leven is een retrospectieve van 33 jaar Roel van der Stukken. Een leven van vallen en opstaan en vervolgens weer doorgaan. Wel, de titelsong dekt niet echt de lading, want Leven in mijn leven, de plaat, het album, is vrij persoonlijk, is vrij autobiografisch, maar
De titelsong is dan net niet, want dat gaat over een gast die op straat wandelt, voorbij een raam stapt waar een raamprostituee achter zit. Die zien elkaar worden op slag verliefd en beseffen dat ze elkaar nooit zullen kunnen bereiken, omdat er glas tussen zit. Nu, op zich is dat geen geweldige, onoverkomelijk iets, maar als die meneer naar binnen wandelt, dan verandert wel meteen de verhouding tussen die twee mensen, want dat wordt dan een klant. Maar voor alle duidelijkheid, dat is niet autobiografisch. De rest van de plaat eigenlijk wel. Vertel me hoe ik binnenkom zonder onze... Ik zou jullie heel graag willen aankondigen dat in januari 2011 er een nieuwe Natalia Meets zal zijn met niemand minder dan Anastasia. Zo klonk het enkele weken geleden in een hotel in Antwerpen. Natalia keert terug naar het Sportpaleis met een grote naam, Anastasia. De twee dames hebben elkaar nog niet ontmoet, tot nu. Ze hadden een speeddate van 48 uur waar ze elkaar leerden kennen en waarbij over alles diende gesproken te worden. Maar wat direct opviel is dat het klikte tussen de twee divas. I was really excited, but I wasn't really nervous. But it's kind of a big thing, of course. And we had a very nice meal and we laughed a lot. Really, I have to say, I am so blessed to have said yes, because I couldn't have known what I know now when I said yes. And, you know, it's kind of like, just, it's an even better present that keeps on opening up, and I'm like, get out of here. I'm like, get out of here. She speaks English so good. Oh my God. And she's freaking hilarious. You know, I'm like, I can't believe it. We're going to be laughing. It's going to be fun. We're going to put that together. So yeah, I'm very excited about it, and I'm so not, you know, putting on an act. This is like about a 48-hour date that I've been having. I'm just high as a kite right now. Like, I'm just happy. Ik had nooit niet gedacht dat dat zou lukken. Ce soir là, je vais vous faire écouter Peace of Violence, je vais vous faire écouter Te Quiero, qui est le prochain single, et puis bien évidemment le petit Alors on danse quand même que vous connaissez. Globalement toujours, c'est toujours un beat dance music assez happy, c'est très joyeux, etc. Mais toujours avec un discours. Toujours un peu ambigu, ça rétablit la balance. J'aime pas tout ce qui est trop joyeux, donc j'aime bien être un petit peu entre les deux, c'est mon côté indécis. Et donc toujours des textes assez plutôt noirs et plutôt pessimistes. C'est ma philosophie de vie pour être toujours agréablement surpris. 1,5 miljoen mensen kwamen de afgelopen jaren in december naar Antwerpen voor de eindejaarsconcerten van Clouseau. De laatste ronde zet voor de laatste keer die traditie verder. Koen en Chris nemen voorlopig na deze reeks afscheid van het Sportpaleis en zijn trouwe publiek. Ik ken duizend goede films, toch heb ik me vaak verveeld. Het lijkt wel een beetje een afscheid van een vriend. Het is een beetje een afscheid van onze groot Sportpaleis een vriend, dat is waar. Niet dat we hier nooit meer zouden durven terugkomen. Want je weet maar nooit, april 2017 zou je misschien nog wel eens kunnen de ambitie hebben om een Sportpaleis te vullen. Maar voor hetzelfde geld gaat ons pad een andere richting uit. En dat is een van de redenen om dit de laatste ronde te maken. We willen vrijheid en ademruimte om te kunnen zien waar we met die groep nog naartoe gaan. Marco Borsato is terug. Na een periode van zeer woelige tijden en financiële deining vecht Marco Borsato terug. Borsato riep in Antwerpen de Vlaamse showbizpers bijeen om er zijn toekomstplannen toe te lichten. Wat geweest is, is geweest en daar dien je niet meer naar terug te kijken. Met dit statement sluit Marco zijn zware periode af. De toekomst begint volgende week. Een nieuwe single, een nieuw album en een nieuwe concerttournee in België en Nederland bewijzen dat Borsato als artiest terug is van nooit weg geweest te zijn. Het was een woelig jaar met veel... veel emotie. Er is veel gebeurd. Maar ik heb het gelukkig nu achter me gelaten. Ik heb het verteerd. Ik heb het een plek gegeven. En dat maakt dat er ruimte is voor nieuwe dingen. En in die ruimte voor nieuwe dingen is het belangrijk om een nieuwe plaat te maken. Dat is toch, daar ontleen ik mijn bestaansrecht uit. En ik heb een hele bijzondere plaat gemaakt. Dus dat is wel heel fijn.
En als gevolg daarvan kunnen we straks weer terug naar het Sportpaleis. Een plek die me heel dierbaar is. En waar ik veel herinneringen heb liggen. Waar veel vrienden zitten. En ja, de 17e en 18e mei mag ik weer vlammen hier.